Mijn naam is Arda Buisman. Ik ga vertellen over de ervaring met de wadden. Toen ik nog op de middelbare school zat, ging ik met een stel vrienden voor het eerst wad lopen. Nou, dat vonden wij wel een bijzondere ervaring, want wij moesten 's ochtends om 4:30 uit Tiel om helemaal naar het noorden te gaan. Nou, dat was al heel bijzonder. En toen gingen we wad lopen. Nou, we moesten al speciale schoenen aan, van die hoge gimpen. Vonden we al heel vreemd, waarom hoge gimpen? Maar toen wij begonnen te lopen... Sorry, dat is mijn dochter. Toen kwamen we er al snel achter waarom die hoge gimpen zo belangrijk waren. Want anders zouden je gimpen gewoon direct van je voeten af glijden. In ieder geval heel leuk, die wadden. Totdat op een gegeven moment het ineens steeds grilliger werd. Want er kwam steeds meer water en water en water. En ik dacht op een gegeven moment, we gaan ook steeds meer zakken. En toen op een gegeven moment kwam niet alleen mijn knieën in het water, maar ook mijn buik en op een gegeven moment ook mijn schouders. En toen moest ik ook met de rugzak boven mijn hoofd door het water heen. En toen kwam het water zelfs tot aan mijn lippen. Wat zeg ik? We moesten zelfs zwemmen. En dat is het laatste wat ik had verwacht. Dat we ook nog moesten zwemmen met boven ons hoofd. Het is onze rugzak. We hebben het overleefd en uiteindelijk is het natuurlijk iets wat je nooit meer vergeet. Maar dat was wel een hele bijzondere ervaring met de wadden. En daarna is het altijd goed gekomen. Je kan niet zonder de wadden. Het is enig.